alleen. Ondertussen heb ik... Oh. Ja. Wat doen? Ik heb bijna vergeten. La. Ondertussen weer met het hele gezin in quarantaine. Een hele goeie. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en vandaag vieren wij de verjaardag van onze... Luxy! Vandaag is het niet Luxy haar echte verjaardag, maar we vieren vandaag wel haar echte verjaardag. Ze is 8 februari pas echt jarig. Dat is aankomende dinsdag voor ons. Maar dan is het door de week en dan zit ze ook gewoon op school. En we dachten, nou, we doen het lekker in het weekend vieren. Dan kunnen we het uitgebreid vieren. Dan kan ze lekker met haar, het hele weekend met haar cadeautjes spelen. Dus vandaar dat we vandaag haar 4e verjaardag vieren. Wie is hier vandaag 4 geworden? Ik, Luxy! Onze lieve Luxy. Gefeliciteerd, liefie. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiep de piep. Hiep de piep. Hiep de piep. Luxy, het eerste cadeau. Dat kan pas voorlezen hoor. Weet je wat hierop zit? Oh, kijk, deze kant. Voor onze jarige Luxy. Kijk, en dan valt deze. Ja, zie je. Kijk, konijn. Wauw. Onze haatkonijnen. Ja, inderdaad. Vandaag. Jee, even. Vandaag ben jij jarig. Gaan we het lekker vieren. Hier. Wat wordt het? Een hele grote meid. Je kan jezelf al aan en uitkleden. Zelf je haren doen. Zelf je tanden poetsen. Zelf je ontbijtje maken. Zo goed. Zo goed. Zorg je ook voor je broertje. En speel je fijn met je grote zus. Als je hulp nodig hebt, is daar altijd je grote broer. Ja. Nu ga je naar groep 1. En... wat doe je het goed op de wenochtenden. We zijn allemaal zo erg trots op jou. Je bent onze grote meid. Kusjes van Luan, Lucilla, Lucius, papa en mama en Woes en Pip en Peppy en... Kokkie. Hiep hiep hoera. Wat zijn we blij. Eindelijk krijg je cadeautjes. En een grote taart erbij. Oeh. Een grote taart erbij. Mooi uit, hè? Oeh, die is je zelf helemaal mee. Kleren! Kleren. En dan mag jij uitzoeken welk kleertje jij vandaag aan wil. Maar dan moet ik zelf begonnen neerleggen. Ah, ja, gaan we eerst zo eens even kijken. Misschien kan Lucilla wel helpen met alles omhoog houden. Kijk, die. Met een beetje panter. Ja, die. Luxy chic. Chique jurk, Luxy. Oh, kijk eens deze. Met stippels. Oh, Luxy pakt er ook al heen. Luxy is ook. Hou je handen maar binnenboord. Luxy vindt het heel mooi, hè, zusjes. Ben je al zo groot? Is Luxy zo groot? Ja, grote meid. Nee. Oh, ze met tompoesjes op de mouw. Met zwarte stippen. Mama. Ja. Maar hier is Jel en een kaartje en hier is Jel. Ja, met een kaartje. Ja. En de volgende. Oh, kijk. Nee. Oh, die is ook mooi. Ja, die is ook heel mooi zeg. Die is chic. En die heeft Lucilla ook. Yes! En ook Lucilla. Ja! Die is ook mooi, liefie. Wow, wat zeg je dan? Dankje. Nou, mag jij uitzoeken. Welke ga je aandoen als verjaardagsje? Wat wordt jouw verjaardagsje? Spijker, die. Jij mag bepalen, hè? Wij doen dat niet. Welke wil je aan vandaag? Deze? Helemaal jouw keuze. Deze. Niet zo even goed te zien. Deze? Die? Mama, kaartje moet je nog heel af. Ja, we gaan overal de kaartjes afhalen. Dit wordt jouw verjaardagsjurk? Ja. Ja? Nou, gaan we die aandoen. Ja. Toppie. Gaan we de jurk aandoen, hè Luxy? 1, 2, 3. Tada! Wauw Luxy, nog eens een rondje. Wat ben je mooi vandaag. Nou, ben je er klaar voor? Ja! Oké, let's go. Zo, en Luxy, vandaag, kijk eens, een blauw luchtje. De blauwe lucht van Luxy. Met zonnestralen. Nou, kom maar even kijken. Met geen zon. Onze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de glorie, in de glorie, in de glorie. Ja, ze gaat in de pippie. Hoera! Hoera! En een knuffeltje van Pipje. Och, Pipje. Och, aan woezeltje. Oh. En lieve hondjes. Hé, hey, maar Luxy, wat staat daar? Wat is dit allemaal? Is dat voor Luxy? Ja. Kijk, een doosje, een grote doosje. En een heel groot cadeautje. Is die voor jou? En wat is het voor cijfer? Een... 4. 4. Want Luxy is vandaag. Maar net andersom. Oh. Zo, ja. Zo. Kijk, dit is een 4. 4 jaar. Dat is Luxy. Maar waar moet deze dan? Ja, die stond nou wel bij de cadeautjes. En ondertussen hebben we ook de mooie unicorn taart neergezet. Die Luxy ook heel graag wilde voor haar verjaardag, hè liefie? Ja, wat vind je ervan? Mooi, mooi hè? Hey, en dan mag je hem zo meteen wel uitblazen, maar dan gaan we hem pas aansnijden als straks ook opa en oma erbij zijn. Goed? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hoera! En dan alles uitblazen. Blaas maar uit. Nog een keer. Een andere? Ja! Nou. Luxy, welk cadeautje wil je beginnen, liefie? Deze. Die? Met de roze vlinders erop. Ja. Wat zou het zijn? Oh. Oh. Hak hem! Hetzelfde als Lucilla. Maar met die onion is er kapot. Die waren kapot, hè? Die waren te klein, hè? We hebben ook bloem. En een bloem zit erbij. Vind je ze mooi? Zelf zie je hem. Wauw, ja. Die zijn mooi. Papa even helpen. Papa even helpen aandoen. Kijken of die past. Hetzelfde. Kom maar. En ik heb ook een... Kijken of dit muiltje met zijn stukje past. Hier zit nog een pop. Oh, er zit nog een pop in. Ja, daar past het ene niet in. Nee. Dat is wel heel strak. Goed zo. Het staat wel weer mooi bij je jurk, die kleur. Ja. Wel weer goed uitgezocht. Wauw. Oh, kijk hoor. En die olie is kapot. Ja, dat klopt niet. Ja. Nou, heb je weer nieuwe. En die past ook niet meer. Je krijgt zulke grote meisjesvoeten. Kijk, dat past precies. Oeh. Oh. Mooi, Luxy. Dat zijn mooie hakjes, hè, Luxy. Ja. Ze passen zo prima. Kijk, daar gaat ze op de hakjes. Oeh, ze rent op de hakjes. Wauw, Luxy. Nou, die zijn mooi. He? Hartstikke mooi. Ook hakjes. Hm? En deze bloem. En er zit ook nog een mooie bloem bij. Daar ben ik heel ja, ik ook. Ja. Je kunt hem ook nog, je kan hem ook in je haar doen. Ja, je hebt nou die daar. Dus je wilt hem daar. Dat kan ook. Kijk eens, mooi Luxy. Oh. Mooie prinses Luxy. Ja. Nou, welk cadeautje gaan we nou openmaken? Die? Oké. Nou, pak maar uit. Is het Camilla? Ja. Oeh. Maar dan iets heel anders dan Lucilla. Dit is voor meisjes. En dan zit er een rolletje in. En dan kun je allemaal foto's maken. Wauw. En die is leuk. Hè? Aan de achterkant kan hem opgeladen. We hadden hem even gisteren een oplader gedaan. Hier. Want hij was leeg op het moment dat hij in de doos zat. Kijk, en dan komt daar de foto uit. Komt daar het fotorolletje uit. Kijk, en dan gaan we kijken. Oh, hier. En Luan even een beetje helpen. Wat zullen we doen? Oh, deze. We staan nu al meteen op foto. Geef me. Maak maar een foto. Op die. 1, 2. Oh, komt er dan wat uit? Oh! Er komt wat uit. Oh, wil je even wachten? Oh, kunt u hem? Oh, wacht even. Ja, en dan scheur hem zo. Afscheuren. Nou, papa, je was eerst op de foto. Zullen we eens een foto van jou maken? Ja, van je verjaardag. Wil je een selfie? Wil je een selfie maken? Moet ik je helpen? Wil je zelf maken of ja, moet je wel met licht mee doen, hè? Even meekijken. Moet je zo? Ja. Ik die heel doen. Zo. Ja. Luxie scherp. En dan lacht hij op het gezicht. SpongeBob in de bikini. 1, 2. Oh! Wat zit er? Oh, dus een selfie. Oh, dat was de verkeerde kant. Oh, nou maak je van jezelf. Ik merk dit ding. Dit is een selfie van Luan. Dit is een selfie van Luan. Oh, sorry. Maar hoe werkt dit? Dat was de verkeerde kant. Wat was dat nou? Kijk dan, is dat Luan? Ja, maar hoe ga ik hem omdraaien? Hoe draai je die om? Je moet omdraaien. Even kijken, is dat niet de camera omdraaien? Ik drukte namelijk op dit knopje. Ja, maar dan maak je voor jou zelf. Maar even kijken, is het touchscreen? Ik heb een flauw idee of het... Ja, mooie camera. Ja, misschien kan je gewoon een selfie maken van jezelf. Dan weet je zeker dat je de goede hebt. Zo. Oh, gaan we weer. Oh jee. Oh, je doet... Sorry, ik druk heel snel op de knopjes. Nou, ik verder weg. Zo. Verder weg, ja. En dan druk ik op het knopje. 3, 2, 1. Nee, hè? Hij doet dan automatisch dit. Als ik hierop druk, gaat hij automatisch naar full foto. Nou, dit was de foto. Oh, hij is best mooi gelukt. En komt hij uit. Kijk eens, Luxie. Het is een hele lichte zwart-wit foto. Zie je dat? Kijk, zetten we het even hier neer. Kijk, Luxie. Dat is jouw foto. Zo. Het zijn wel grappige foto's, hè? En hier. Zo, hier even dit weg. Mooie camera. Ja? Vind je hem mooi? Ja, schatje. Mama, chill hier bij me. Ja, die kan je omhangen. En je kunt er ook allemaal spelletjes op doen. En je kunt allemaal filters eroverheen doen. Maar dat gaat Luan nog wel met jou uitzoeken, denk ik. En Lu? Ja, nou. En dan heb je 3 mooie foto's. Een selfie van mij, van papa en eentje van jou. Zo. Over mama, ja. Wil je hierop trekken? Ja! Nou, eens kijken hoe je mama op de foto hebt gezet. Dan moet mama hem even eraf scheuren. Kijk! Ach, kijk. Oh, ik vind hem best leuk. Ja, ik vind het wel bijzonder, dit soort foto's. Hou vast, hè? Ja, echt. Kijk, het zijn een beetje van die ouderwetse foto's. Ja. Zie je dat? Hier moet ik dit stukje even afhalen. Heel mooi! Ja, leuk, hè? Oh, mag ik drukken? 1, 2. Ja, daar komt hij. Nou, hij bleef goed stilzitten. Hé, je bent een mooi fotomodel, jij. Ja. Oh, kijk eens. Oh, ach. Dit is Lucius. Ik vind het super schattig. Heel bijzonder. Mooi gedaan, Luxie. En nou maakt ze van model Lucilla een mooie foto. Ja. Het is het. Goed zo. Goed zo, Luxie. Het is wel hele bijzondere foto's die eruit komen, hè? Kijk, en dan... Kijk, en dan doen we hem zo naar boven. Ja. Hoppatee. Ja, en dit is... dit is dan Lucilla. Nou, kijk eens. Nou hebben we iedereen van de familie op de foto gezet. Zie je dat? En mama, papa, mama, Lucilla, Lucius, Luxie en Luan. Ik kan zelf foto maken. Had jij zelf gedaan, hè? Doen we die weer in het doosje, vind je die mooi? Ja. Met een mooie camera, hè? Kan je mooie foto's maken? Ja. Ik wil morgen dan deze voor onze konijnpootjes maken. Ja, kun je ook nog van je konijn. En Boes en Pip kan je er ook op zetten. Kijk, even. Kun je mooi mee oefenen. Zo. Het was wel iets op een doosje. Ja. En nu Luxy, welke gaan we nu openmaken? Deze? Okay. Oh, je gaat van klein naar groot. Maak maar open. Dat vind ik altijd heel leuk. Ja. Bobbelkleertjes. Bobbelkleertjes. Pak ze eens uit, wat zit erin? Hier een setje. Dit is een... Hier. Hoe heet dat? Een bodywarmertje. Met een shirtje erbij. En een rokje erbij. Dat is een jasje. Nou, mooi. En wat zit hierin? Eerst zag ik het, dit is op een vee. Ja? Oh. Het is een poep. Oh. En dat is een... unicornpakje. Een unicornpakje. Ach, schattig. Het mini mini pini schoentjes. Dit is zo schattig. Een unicornpakje. Net sofjes. Ja. Dat komt wel goed uit, want er hangt ook een grote unicorn op de raam. Had je dat al gezien? Ja. Luxy wou ook unicorn. Die zijn voor je poppen. Ja. En wat zou dit zijn? Wat zou dat zijn? Een poppenpakje open zo. Denk je dat? Ja, ja, ja. Oh. Dat is mooi. Met een wippertje. En een wippertje erbij. Ach. Nou, we gaan even een pop pakken. Poppen heeft ze genoeg. Alleen ja, de poppen moeten wel bedjes hebben natuurlijk. Dus we gaan dus even een pop pakken. Kijk eens Luxy wie ik hier heb. Oeh, een popje. Doe maar een bedje. Leg hem maar in bed. Oeh, dat is een lekker bedje. Dat is een lekker bedje. Oh. Is hij weer wakker? En wat ga je dan doen met de pop? Ja. Hetzelfde als Lucius. In het wippertje, ja. Kijk, Lucius. Kijk, dan kun je hem ook. Wil je die hebben, jongen? Zo vasthouden. Ja. Kijk, hè? En dan kun je hem zo meenemen. Ja, dat is hetzelfde als je broertje, zie je dat? Dat kun je hem zo meenemen. Nee. Ah. Even weer slapen. En dan een bedje. Zo, zeg maar slaap lekker, baby. Oh, daar is de slaapkamer van de baby. Zo, een wippertje. Ah. Nou, en Luxy die kijkt helemaal niet meer naar het grote cadeau. Dus denk nou. Dat komt straks wel. Dat komt straks wel. Eerst lekker met een kleertje spelen. Eerst die doen. Ja, wil je alle kleertjes even aandoen? Eerst even deze aandoen. Ja, je bent ook echt een poppenmoeder jij, hè? Ja. Moet ik je een beetje helpen met de kleertjes? Nee? Hey, weet je wat dan een goed idee is? Zullen we dan eerst even lekker zo een ontbijtje maken? En dan mij komt even slapen dan. Ja, dan gaat jouw pop daarna even slapen. En dan gaan we na het ontbijtje je grote cadeau openmaken. Vind je dat een goed idee? Ja? Want het is eerst nog wel bouwen. Dit is een keer aan. Ja, Luxy gaat even lekker de kleedjes aandoen. En dan ga ik eens even kijken of we een lekker ontbijtje kunnen maken. Goed? Oh, heel leuk. Ja. Laat eens zien. Och, kijk dan. De pop heeft een jasje aan en een jurkje, het rokje. En die gaat nu even lekker slapen. Oh, met een jas aan. Slaap lekker. Mooi, liefie. Oh, popje gaat buiten spelen. Ah, dat zit hier aan. Leuk, Luxy. Wat ben jij hier aan het doen? Ben je hier aan het knuffelen? Oh, nu zit toch een hondje. Van het instinct van Pip. Ja. Lekker hè. Dat is de baby hè, Pip. Ja, dat is de baby. Ja, oh, papa. Dat is de baby. Oh, hier zit die ballon. Ah. En ondertussen zijn ze hier alweer lekker met het ontbijtje bezig. Kijk, deze hebben we al gemaakt. En ze zijn nu bij de laatste uitgekomen. En wat moet daarop? Chocola. Chocola. Ja. Luxy wil chocola, hè? Lucilla houdt ook van chocola. Nou, rol de laatste maar. Dan kunnen we de oven aanzetten. Dan gaan we zo eerst even lekker ontbijten. Voordat we zo meteen het andere cadeautje. Ja, maar ook het andere cadeautje. Die was je bijna vergeten. Er staat nog een cadeautje. Je was zo lekker aan het spelen dat ze hem helemaal niet meer in de gaten had. Of wil je die niet meer? Het cadeautje. Oh, je wil nog deze. Je moet er even opdoen, hè? Nog oprollen. Leggen we die op de bakplaats. Goed zo. Dan gaan we zo eens even lekker eten. Ja. Doe maar een klein beetje erbij. Ja, ga maar even plassen. Toppie. Goed zo. Goed? Ja, heel goed. Mooi dichtgollen. Hier. Ja, zo kan ook. Dan wordt een croissantje à la Luxie. Nee, Luxie? Zo. Nou, toppie. Heel mooi geworden. Leggen we die ook op de bakplaats. Zo. En dan gaan we deze in de oven doen. Ja. Och. Nou, omdat je jarig bent. Hm? Omdat je jarig bent. En dan hebben we er ook nog een lekkere meloen bij, tenminste. Ik denk dat dit een meloen is. Hij lag wel bij de meloenenbak. Alleen hij is een beetje heel erg licht aangeslagen. Maar volgens mij zit een honingmeloen. Volgens mij zit een honingmeloen. Kijk. Oh, nee. Ah, kijk. Dit is een lekkere sappige meloen. Vind je die lekker? De pitjes halen we er even uit. Met een lepel. Nee, een lepel? Oh, ja, die kun je niet eten tenminste. Dat is zo lekker. Dan is dit een Luxie verjaardagsmeloen. Toch? Stukjes van maken. En die doen we dan in de kom. Dan hebben we ook nog een beetje wat gezond binnen. En straks hebben we natuurlijk ook nog die taart. Die heel lekker is natuurlijk. Maar het is nog wel lekker als we ook even een beetje een gezond meloen ontbijtje erbij hebben. Ja. Volgens mij is deze heel lekker. Sappig. Oh, heerlijk. En ondertussen dat de croissantjes in de oven zijn, zijn de meisjes lekker aan het spelen met de fotocamera. De meisjes, ja. Volgens mij heeft Lucilla ook allemaal leuke filters gevonden. Oh, nee. Kijk, kun je allemaal leuke filters erop doen? Nee, mam, nee. Kijk. Wat heb je gemaakt? Heb jij die gemaakt? Wauw, Lucilla in een soort spiegeltje. Oh, eens even kijken. Oh ja, dan moet je Luxie er eigenlijk precies in doen. Moet je daar gaan staan, Luxie? Gaan we daar staan. Luxie zit hier en Lucilla heeft daar kattenoren op het beeldscherm. Camera. Nou, eens even kijken. Komt daar het briefje uit. Het lijkt wel een soort bonnetje, hè? Zo'n bonnetje van de kassa, weet je, die je zo af kan ritsen. Kijk, en dan kun je hem naar boven doen. En dan komt hier Luxie uit. Het is wel een beetje licht. Vast, hè? Kijk. Dat ben jij. Kijk, dat ruikt lekker. De croissantjes zijn klaar. Ja. Nou, dan hebben we hier zo'n mooie grote schaal. En dan leggen we ze even mooi op de schaal neer. Voordat we ze op tafel zetten. Ze zijn gewoon een beetje heet, dus we moeten het nog een beetje afkoelen. We hebben croissantjes met chocola. Helemaal geliefd bij de kinderen. Ja. Oh, heb je nog een foto? Deze van mijn kinderen. Echt waar? Die van je kinderen gemaakt. Helemaal leuk, helemaal met die camera aan het spelen. We kunnen ongeveer 30 foto's met zo'n rolletje maken en dan zaten er 3 bij. Dus ik kan heel veel fotootjes maken. Maar je moet wel uitkijken dat je niet zomaar overal van klikt, want dan is het zonde. Je moet wel echt kijken van, oh, dat is een mooi plaatje. En dan klik je. Goed? Dus niet zoals een digitale camera. Hier komen ook meteen de rolletjes eruit. Aan die spelen. Ik roep wel zo als de croissantjes klaar zijn. Goed? Nou, en... Oh, en ze filmt trouwens ook. Er zit ook een filmfunctie op. Dus ze was ook al een paar keer aan het vloggen net. Dus het is schattig om te zien. Dat ze er helemaal blij mee is. Maar ja, ze is inderdaad een grote cadeau. Is ze gewoon helemaal vergeten. Ze speelt gewoon door met die andere dingen. Nou ja, goed teken op zich. Goed. Dat gaan we straks doen. Ja, die gaan we zo meteen doen, hè. Als we er het ontbijt op hebben. Dit is een heerlijke appelcroissant. Ook echt een aanrader. Appel met kaneel, rozijntjes en een klein beetje suiker. Dat vind ik vooral heel erg lekker. En die van Lucilla vindt die ook wel lekker. En Daniel is altijd gek op een croissantje met kaas. Dus heb ik een kaascroissant voor Daniel. En de croissantjes zijn klaar. Dat ziet er lekker uit. Lucie is ondertussen weer wakker. Die heeft een slaapje gedaan. Zo. Gaan we kijk. Oh, trouwens. Luxie, jij mag de eerste pakken. Welke wil jij? Zal ik deze chocolade? Want deze heb je zelf gemaakt. Wil je die? Leg ik die op je bord. Goed. En Lucilla, welke wil jij? Ik neem deze. Oké. En Luan? Lekker jongens, dat zonnetje. Kijk dan. Heerlijk hè? Mooi weer. Maar lekker zonnetje, Luxie, voor je verjaardag. Nee? Lekker zonnetje. Ook, ja, chocola. Chocola, dan doe ik deze doen. En papa, ik raden. Ik wil er een met kaas. Maar welke is kaas? Die? Ja. Kaas voor de maat. Jongens, heerlijk. Lekker. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Aardbeidje erbij voor de jarige Job. We hebben hier ook lekker deze meloen. Misschien vind jij die ook wel lekker, jongen. Kijk eens. Ja, jongens, en dan loopt het toch iets anders dan dat je hoopt dat het loopt op je verjaardag. We zaten te eten en opeens moest Lucilla echt overgeven en voelde ze zich echt niet lekker. Dus ja, toch maar even een testje gedaan. En ze is positief getest. Dus vandaar dat zij nou lekker in bed ligt. En we laten haar lekker heel erg lekker uitzieken. Veel fruit en groente eten. Water drinken. En ja, we gaan dus met het hele gezin in quarantaine, jongens. Het is niet anders. Het is wat het is. Dus we hebben helaas de visite afgezegd voor Luxie haar verjaardag. Opa en oma zouden komen. Dus dat stellen we even uit tot later. Dan mogen ze alsnog natuurlijk een cadeautje komen geven. En nog een extra stukje taart komen eten. We vieren vandaag wel gewoon verder het verjaardag van Luxie. Straks was natuurlijk nog een grote cadeautje uitpakken. En Lucilla zei, oh daar wil ik wel graag bij zijn. Maar ja, ik zei, ja, ga eerst nog maar even lekker slapen. Even lekker onder de wol. Ze heeft net even gedoucht, is weer helemaal schoon. En nu ligt ze lekker in bed. Dan gaat ze eerst even een goed slaapje doen. Want slapen, dit helpt je goed. Ja, dan zijn de soldaatjes aan het werk. Hè, om je weer sterk te maken, heeft mama gezegd. En het is niet anders. Dit zijn natuurlijk dingen die we allemaal op dit moment meemaken en kennen. En ja, weet je. Maar ja, soms is het gewoon even niet anders. En ook dit hoort natuurlijk bij het leven. Dat het gebeurt. Het is niet leuk. Het is echt even balen. Maar ja, gelukkig heeft Daniel gisteren nog boodschappen gedaan. Heel veel. Dus hij heeft heel veel boodschappen gedaan. Dus we hebben best wel wat boodschappen nog in huis. Dus we hoeven in principe geen boodschappen te doen de komende week. Wij hebben voor de rest nergens last van. We voelen ons allemaal goed. Alleen Lucilla is echt vanaf vanochtend. Gisteren had je nog nergens last van, hè? Nee. Nee, gisteren was het toch helemaal goed. En vanochtend was je al een beetje stiller. Dat viel ons al een beetje op. Dat je al wat stiller was. En opeens aan de tafel was het even foute boel. We gaan Lucilla nou lekker laten slapen. En dan als Lucilla straks wakker wordt, dan kunnen we nog het grote cadeau uit gaan pakken. Voor mij. Voor jouw verjaardag. Want het is nog steeds Luxie haar verjaardag. Maar en we gaan gewoon... Ik weet niet wat. Je weet nog niet wat het is. Nee, dat is nog spannend. Dat betekent dus ook dat Luan en Lucilla en ook Luxie komende week dus niet naar school gaan. Maar gewoon thuisonderwijs krijgen. En Luxie haar eerste schooldag wordt even een weekje uitgesteld. Dus dat gaan we dan volgende week doen. Ja? Yeah? Gaan we nog even lekker een extra weekje. 10 dagen is het volgens mij dat je officieel in quarantaine moet. Ja. Gaan we met z'n allen... Ja... elkaar extra verwennen, hè? Dat we snel weer opknappen. Dus wij gaan jou lekker met rust laten, Ziel. Kom maar kinderen, slaap lekker liefie. We hebben even het kleed weggerold. Voor als ze nog moet overgeven, dan heeft ze een emmertje. Slaap lekker. Als er wat is, dan roep je maar, hè? Mama is hier, zo het gordijn lekker open. Nou, slaap lekker, Ziel. Ach, echt super sneu. Maar goed, dat is, ja, dat weet je, dat... er waren ook meer kindjes in de klas die het ook hadden. Bij Luan trouwens ook. Dus het speelt natuurlijk wel. Ja, liefie. Kijk wat die heeft op je dan. Dus zie ik wat de kleed niet vies wordt. Ja, dan wordt het kleed niet vies. Ja, dat klopt. Nou, en dan gaan we eerst even het ontbijtje nog verder opeten. Want die hadden we nog niet helemaal op. En dan straks, als Lucilla wakker is, jongens, dan gaan we even het grote cadeau nog uitpakken. Maar ja, voor de rest wordt het niet een hele... grote spectaculaire vlog. Doe het gewoon even rustig aan. En dat is wat het is, jongens. Zo, ondertussen jongens hebben wij het hele huis schoongemaakt, gedisinfecteerd. Alles hebben we de dwel doorheen gehaald. Alle vloeren weer helemaal schoongemaakt. Bij de tafel alles weer helemaal schoongemaakt. Keuken helemaal schoongemaakt. We hebben het beddengoed verschoond. Ook het beddengoed van onze eigen slaapkamer. Want daar lagen we vanochtend natuurlijk met z'n allen lekker in te knuffelen. Dus ook dat hebben we helemaal schoongemaakt. Ik heb de badkamer gepoetst. Lucilla haar kleren helemaal schoongemaakt. Daniel staat hier nog in het washok de kleren te doen. We moeten gewoon wasje doen. We hebben de was. We hebben de bedden goed erin zitten. Alles verschoond. Het hele huis gedweld. Ruikt weer fris. Ja, en dan zometeen nog maar een stukje taart met... het grote cadeau. Ja, opa en oma gebeld natuurlijk dat het beter niet is om te komen. En die vond het wel heel jammer, maar heel begrijpelijk. Ja. En we gaan er de komende 10 dagen maar gewoon het beste van maken met z'n allen. Ja, dat wel. Ja. We hebben genoeg eten in huis, thuis gewoon via de laptops. Ja, gelukkig dat wel. Lucilla die heeft lekker bijgeslapen. Ja, je bent net nog even verder geweest? Ja, ik ben dweilen en toen werd ze even wakker. Ik snap het lekker de kamer aan het dweilen en snap het lekker verder. Ja, we hebben haar kamer even schoongemaakt. Alles lekker recht. Dus volgens mij was ze nu net een beetje aan het wakker worden. Dus ze zeiden, nou doe maar rustig aan. Ja hoor. En dan gaan we zo nog... alles komt goed, gaat zeggen Daniel altijd. Alles komt goed, chill. Zen, alles komt goed jongens. Ja, we laten het gewoon even los jongens. Gewoon even... Het lichaam heeft vooral rust nodig, en slaap nodig, veel vitamines nodig. Dus, we hebben gelukkig van de week heel veel fruit in huis gehaald. En gisteren heeft Daniel het op de valreep nog aangevuld. Dus onze koelkast ligt nog helemaal vol met verse groentes en verse fruit. Dus we blijven gewoon lekker in quarantaine met z'n allen in ons eigen huis, jongens. We hoeven er dus niet op uit. Dat is ook wel het voordeel van dat we gewoon... niet de deur uit hoeven voor ons werk, dat we gewoon vanuit huis werken. Dus dat is ons voordeeltje hierin dan wel. Maar ja, weet je, we moeten er gewoon het beste van maken. En ik vind het vooral heel sneu voor Lucilla. Want ze voelde zich ook echt een beetje schuldig, ook tegenover Luxy. Omdat natuurlijk Luxy haar verjaardag is. Dat is echt zo, oh ik vind het zo zielig voor Luxy dat ik nu in bed lig. Maar ja, Luan en Luxy vinden het vooral heel zielig. Voor Lucilla. Die moest ook een beetje een traantje laten van oh, gaat alles wel goed met Lucilla? Dus het is een beetje een tweestrijd voor alle kinderen. Een beetje lastig natuurlijk. Maar ja, weet je, dat wordt allemaal wel eens dat we ons niet zo lekker voelen. En dan kruip je gewoon lekker met een dekentje onder de wol. Met lekker verse thee, water en fruit erbij. En laat je gewoon lekker vertroetelen door de rest van het gezin. In dit geval gaan wij dat gewoon doen. Gaan mama en papa gewoon de kids lekker onder de wol leggen. Zo krijgt de verjaardag van Luxy toch nog een beetje een andere wending. Maar het voordeeltje ervan... ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeeltje ervan is dat ze natuurlijk op het moment dat zij echt jarig is... gaat ze dus niet naar school, omdat we dus in quarantaine zitten. Dus kunnen we eigenlijk alsnog een soort van haar verjaardagje herbeleven. En dan vieren we gewoon nog in het klein nog een keer haar verjaardag. Mag ze nog een keer een kaarsje uitblazen en dan... besteden we nog even extra aandacht aan haar echte verjaardag op de dag dat ze ook echt jarig is. Omdat deze dag natuurlijk niet helemaal is gelopen zoals we met z'n allen hadden gehoopt. Luxy is op het moment heel lekker aan het spelen. Met de poepenbedjes zie ik er door de gang lopen. Wat ben je nu, liefie? Wou je bij Lucilla spelen? Oh, ze zat op de kamer te spelen. Maar ze is nu met het poppenbedje naar Lucilla. Wou je bij je zus spelen, schatje? Was ze alweer wakker? Was Lucilla wakker? Och, liefie. Kijk, dat is wel heel lief van jou. Maar Lucilla ligt nog steeds lekker te slapen, schatje. Hé, zullen we Lucilla nou even lekker met rust laten? Hé, dan gaat ze straks met jou spelen, goed? Wil je het gewoon hier even neerzetten? Ja? Ga je met mama mee? Ja? Goed zo. Wel lief van jou hoor, dat je met Lucilla wilde spelen, hè? Nou, we zullen even een flesje water vullen. En ik gebruik even dit elastiekje. Doe ik even om het waterflesje. Zodat we weten dat dit het flesje is van Lucilla. Zodat alleen zij uit dit flesje drinkt natuurlijk. Want daar gaan we natuurlijk nu wel een beetje extra op letten. Breng haar nog even lekker water. Jongens, zullen we even afspreken dat jullie wel gewoon daar blijven? Waarom? Daarom, niet vies. Kom, jullie gaan gewoon lekker daar spelen. Zo. Dit is jouw flesje, daar zit jouw elastiekje omheen. Goed. Goed opdrinken. Heb je een hoofdpijn? Goed drinken. Flesje neer, ja? Soms een beetje wel drinken, hè? Water is goed voor je. Dan spoel je alles weer eruit, ja? Zo, Luxy, neem even jouw petje wel mee, goed? Dan gaan we straks spelen met petje, ja? Kom. En ondertussen hadden wij een heel leuk ideetje, nu Lucilla toch lekker in bed ligt. Hier! En we even wachten tot straks weer iets is opgeknapt voor het allerlaatste cadeau. Ga maar zitten, Luxie. Gaan wij even dit doen. Hier hebben we namelijk al die bonnetjes. Ik dacht, ja, leuk al die bonnetjes. Maar ja, als je ze zo bewaart, dan raak je ze zomaar kwijt. Mom. Dus we gaan ze uitknippen en opplakken. Mom, ja. Deze kaartje is van mijn camera. Ja, die is van de camera. Dat klopt. We gaan mooi uitknippen. En mag jij even een mooie kleur uitzoeken? Okay. Welke kleur vind je mooi? Blauw. De blauwe? Ja? Nou, dan pakken we blauw. En dan doet mama zo'n mooie knippen. Of groen? Wil je groen of blauw? Blauw. Blauw, oké. Okay. Maar ik ging uitleggen wat groen is. Oh, je moest even uitleggen wat groen is. Oké. Okay. Dus, nou, deze hier. Misschien kunnen we een beetje mooie vormpjes aan geven. Kijk, gaan we de bonnetjes even mooi knippen. Mama, nog hier. We maken er gewoon een heel mooi kunstwerk van. Kijk, dit zijn al fotootjes. Ja. En dan mag jij ze mooi neerleggen. Deze is met Luan en met Luxie. Luxie. Ik moet wel zeggen, het zijn wel echt hele lichte fotootjes. Het is ook natuurlijk gewoon speelgoed. En, ja, wacht even. Dan moet je even wachten. Want mama even jou helpen. Anders komt er misschien te veel op. Oh. Zo. Ja. Deze is van Luan. Kijk dan, hij wil die pakken. Kan je hem pakken? Kan je hem pakken? Hij kijkt nog steeds zijn ogen uit in deze jungle. Zo. Nou, en kijk eens wie er in de tuin aan het spelen zijn, hè jongens? Nou. Nou. Yo, doei. Dit is hem dan geworden. Ik heb er even hoera Luxie 4 jaar bij gezet. Dit zijn alle fotootjes die ze van ons allemaal heeft gemaakt vandaag. En ik dacht misschien wel leuk om dit zo bij elkaar op te hangen. Anders dan, ja, dan raken ze misschien kwijt of zo. Ik vind het juist wel leuk nu ze al deze foto's vandaag heeft gemaakt. En dan hangen we hem op de koelkast. Goed? Oh, ik zie. Ja, dat kan niet met een magneetje. Ja. Deze koelkast die lijkt alsof het een magneetje kan hebben. Maar kijk, hier hebben we magneetjes. Helaas pindakaas. Hij blijft niet op de koelkast. Ja, aan de zijkant, maar dan kunnen we het niet zien. Kijk, en hier kunnen we het mooi zien. Hangen we hier. Hoera! Luxie is? Ja. 4 jaar. Lekker jaar doe ik. Ja. Kijk, hangt het niet zo leuk op? Is dat leuk, hè? Ja, dat is het magneetje. Ja, die hangt er dus niet. Die blijft niet zitten. Kijk. Hier, hoera. Luxie is 4. Jaar. Jaar. Houdt hij van je ijs? Is die voor mij? Is die voor jou? Heeft hij hem opgegeten? Oh nee. Nou, zo lekker dekje. Zijn die kussens goed? Nou, ze hebben lekker de unicornpak aangedaan. Het is wel lekker, hè? Een frisse hand van Luan. Lekker dit koude handen. Dan koel je even af. Voel je wel iets beter uit het slaapje? Nu wel, hè? Nou, hier even lekker liggen. En ze heeft de hele dag geslapen. 4 uur, 3 uur lang. Het is inmiddels al avond, jongens. Avond? Ja, we gaan zo avond eten. Maar dat maakt niks uit. Dat maakt helemaal niks uit. Ja, liefje. En dan zie je even uitjes. Ja, dan gaan we Lucilla even uitrusten. Mag jij zo jouw grote cadeau uit? Ja, daar kunnen we nog wat doen hoor. Dan kan ze morgen de hele dag ermee spelen. Ja, Luxie? Wat? Met je cadeau. Luxie heeft de hele dag gewacht op haar grote cadeau. Nou moet ik zeggen dat ze zich wel prima heeft vermaakt. Maar nu vindt ze het ook wel leuk om de grote cadeau open te maken. Hè? We wachten nog even op papa. En dan doen we de kaartjes aan. Nou, Lucius die zit hier lekker te spelen. Wat kun je nou doen? Ja, Luxie heeft wat uitgezocht, hè? Gaan we vanavond pannenkoeken eten? Luxie... En ik heb wel een kajater. Jij bent een kajater. Meisje, het is eindelijk zover. Ze heeft de hele dag gewacht, maar... Ze is heel geduldig geweest. Je was hem bijna vergeten. Ja. Lucilla is weer een beetje aangestegen van een powerslaapje. Ja. En dan gaan we toch echt kijken wat het laatste cadeau voor jou in zit. Wil je het laatste cadeautje openmaken? Ja. Nou, ga je gang. Ga je gang. Wat zou het zijn? Dat is flink scheuren, zo'n cadeau. Ja, hier moet je hem openmaken. Barbie! Wat is het? Barbie voor papaai. En? Barbie papaai's. Barbie Dreamhouse. Zie je die? Ja. Echt een licht en een lampje, zijn geluid. Ik zocht die op een zee. Ja, vond je die leuk, liefie? Die wilde jij heel graag hebben, want ze heeft heel veel Barbies. Maar... Barbie Dreamhouse. Ja, vind je hem leuk? Een leuke auto. Zullen we eens even een beetje uit de doos halen? Zo. 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 Heel groot huis. Het wordt bouwen, jongen. Het wordt bouwen. Ja, er staat nog 75 pieces. Ja, gelukkig hebben we een quarantaine. Ik hoop het niet. Er moet een batterij in. Even kijken. Even stukjes eruit maken. Echte lampjes erbij. Die nu. Ik denk dat het beter is om even op de zijkant te leggen. Ja, weet je, zit erbij. Dit is het pakket. Nou, gaan we zo uithalen. Kijk daar. Oh, Luxy. Oh, jeetje. Dit is het bouwpakket. En een auto. Ja. Leuk, Luxy. Luxy, een slaapkamer. Oh, leuk. Nou, ja, er zit van alles in. Dat wordt weer bouwen, Luxy. Gaan we samen bouwen met papa. Hè? Daar hebben we de hele week voor. En een schommel zit erbij. Ja, super leuk. Hebben we niet een plaatje? Eens even kijken. Hier, ja, deze. Hier, dit is het Barbiehuis. Het is best wel een hele grote, zie je dat? Hey. Oh, en Luxy, kijk. Luxy. Dit zijn de knopjes, hè? Oh, ja, maakt ook nog geluid. Moeten de batterijen in doen. En hier heb je een wc'tje. Leuk, hoor. Echt ja. Oh, en de doel. Ja, die moet daar. Oh ja, die je nu vast hebt. Ja, heel goed. Nou, dat wordt een mooi leuke bouwpakketje, Luxy. Daar kunnen we morgen de hele dag over doen. Ja. Hé, hoe vind je dat? Zullen we eerst even lekker op een stukje van jouw taart gaan eten? Ze is heel blij met haar Barbiehuis. Ook al ligt hij nog in 100.000 stukjes, ze is er nu al helemaal blij mee. Maar ja, we gaan het vandaag niet meer redden om hem in ieder geval in de vlog niet meer te laten zien hoe die opgebouwd is. Dat gaan jullie morgen in de vlog allemaal zien. Ik heb hier een papiertje aan mijn stok hangen. Kijk dan, je wilde hem nu bouwen, liefie. Eerst een taart eten en dan gaan bouwen. Is dat een goed idee? Want jouw taart staat er ook nog. Ja, dat vind ik een goed idee. Nou, dan kan Luan even de kaarsjes aansteken. Ik moet hier zitten. Ja, mag daar zitten, zeker. Terwijl Lucilla lekker hier ligt, kan ze toch alles meemaken, hè? Dus Lucy is op jouw stoel gaan zitten, kijk. Mama, kijk. Ja, zo doet Lucy het, hè? Is zij nou net op? Ja, dat is mooi, hè? Ja, we kunnen hier de hele week mee doen, kinderen. Ook als je morgen beter voelt. Mag je morgen taart eten. Of als je je goed voelt. Dan moeten we eerst eventjes een liedje zingen weer, hè? Luxy. Oh, Luxy. Of zullen we een ander liedje zingen? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luxy. Happy birthday to you! Hoera! 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 Nou, dan mag je ze blazen. Ja! Nou, aansnijden die taart, jongens. Ja. En Luxy, ik denk dat ik al weet wat jij wil. Wil je vandaag het hondje, en dan morgen het hoofdje, en overmorgen het hondje, en dan andere zakken. Ja. Ja, met heel zacht. Zal ik mooi snijden? Dat die, je mag helemaal laten staan eerst. Die ziet er lekker uit. Ah, Luxy. Lucilla wil ook een stukje. Wat is lief. Dat kan ze nog wel hebben, zo lekker. Unicornje. Ja, het is ook lekker. Ah. Ah, heel lief. Oh. Mag jij die gaatje? Mag jij die helemaal hebben? Nee, die moet je bewaren, schatje. Anders krijg je buikpijn. Ah, Lucy is die wil een stukje taart, zie je dat? Het bovenste stuk, Lucy. Ja, dat vind ik een goed idee. We gaan hem door de helft doen. Kunnen we morgen nog een stukje ervan eten. Hebben we in ieder geval wel nu alle tijd om jouw verjaardag te vieren. Lucy, kijk dan. Wat is dat dan, liefde? Ga er maar bij zitten. Goed zo, Noah. Daar kan het ook wel lekker eruit zien. Hoe smaakt die, liefie? Is die lekker? Nou, wij eten er hier lekker onze verjaardagstaart op. Met Lucilla daar ook op de achtergrond. Die een klein beetje mee probeert te snoepen. En liefie? Klein stukje. Klein stukje, hè? En dan, ja, ondanks dat deze verjaardag toch een beetje een andere wending kreeg dan dat we al dachten in eerste instantie, maken we er gewoon het beste van, jongens. Ja. Jullie gaan ons morgen weer zien in een nieuwe vlog. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Doeg. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.